We staan nu in het kantoor van bouwmensen in Almelo, maar de vorige bewoners, dat was de Leeuwarden Textielmaatschappij, dat is een textielfabriek. En het mozaïek waar we hier voor staan, dat heeft het toenmalige personeel in 1959 cadeau gegeven aan het bedrijf. Dus het is een prachtig mozaïek. Wie heeft het gemaakt? Dat hebben we onlangs gerechercheerd. Dat was meneer Schoenaker, die woonde in Oldenzaal, was al fors op leeftijd, volgens mij al ergens in de 90. En die heeft het gemaakt in 1959. Volgens mij stelt het Sint Maarten voor. Dat zegt men wel. Ik ben niet voldoende op de hoogte om alle details te kennen. Maar wat we wel gerealiseerd hebben met elkaar, inmiddels in samenwerking met de gemeente, is dat wij gaan verbouwen en daarom wilden we er graag een andere plaats aan geven. Dat is gelukt. Het gaat binnenkort wordt het hier weggehaald en dan wordt het teruggeplaatst op de markt, ergens in een stadstuin. Daar wordt het teruggeplaatst. Dus het blijft behouden voor de geschiedenis van Almelo. Zeg maar. Ik ben al een aantal maanden geleden begonnen met het aanbieden van dit dingetje aan allerlei instanties. En dan kom je vanzelf aan de gang. En uiteindelijk heeft men gekozen dus om het terug te plaatsen in een nieuw te maken stadstuin bij volgens mij de Kloosterhofflat in de buurt. Ik ben gekomen met een restauratie meneer uit Zeeland. Ja. Ja. En zaagt er achterlangs, dus die zaagt er plakjes af en dan zaagt hij hem in stroken. En dan plaatst hij hem terug als het de tijd voor is. Dus je zou verwachten dat ieder steentje apart verwijderd moet worden, maar dat is dus niet zo. Nee, maar dat is ook ondoenlijk. dat wordt een monnikenwerk, maar dat is niet te doen. Nee, dat wordt er voorheen gezaagd, zeg maar, de achterlangs gezaagd. En dan in panelen die handzaam zijn, want anders krijgen ze er niet uit. Wordt het opgeslagen. En hij heeft de garantie gegeven dat ook het randenwerk, zeg maar, weer helemaal op orde komt. Het blijft behouden van. Waarschijnlijk neemt hij de stukjes in een plastic zakje mee naar huis en dan plakt hij het aan of zo, weet ik niet. Het blijft behouden voor Almelo, dat is één. En twee, het krijgt een goede plaats waar iedereen van dit prachtige mozaïek kan genieten. Ja. Nou, daar is het ons ook om begonnen. Wij kregen verbouwplannen. En toen hebben we gezegd van ja, we kunnen dit ding natuurlijk zo afvoeren in de prullenbak, maar dat mag niet. Dus we hebben alles gezet om het te behouden voor Almelo.